Yes, yes, de baan is open. Yes, yes, de baan is open. Ba -ba welkom kijkers bij Golfschool op. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. En yes, het verlossende woord is eruit. De golfbanen gaan weer open. Eindelijk, er mag weer gespeeld worden. Er mag weer lesgegeven worden. Heeft even geduurd, maar daar zijn we. Uh, vandaag in tip van de week... Hoe kom ik weer in vorm na zo'n lange periode niet geholpen hebben, na zo'n uh, periode van corona? Ik zeg: als we nou naar de baan toe gaan, ga even naar die driver range en ga even een paar ballen inslaan. En dan wil ik je eigenlijk vier tips geven om te zorgen dat je weer snel in vorm komt. Tip nummer één is: zorg in ieder geval dat je weer de goede grip en de correcte houding hebt, zonder echt in details te treden rechts bovenin zie je nou een linkje als je daarop klikt dan kun je even kijken wat de juiste grip en de juiste houding is dus zorg in ieder geval dat die setup weer goed is. En als die goed is, zou ik zeggen tip nummer 2: ga eens eerst een paar ballen slaan met de voeten tegen elkaar en de bal in het midden. Dat doe ik omdat ik om een paar redenen deze oefening wil doen. En er is. Ik wil één hebben dat het lichaamswaardepunt mooi op zijn plaats blijft. Ik wil, als we een beetje vastgeroest zijn, en er is na zo'n lange tijd, en we zijn een beetje stijfjes, dan willen we te snel en te veel vanuit de armen slaan. Dus te veel op kracht. En het moet meer vanuit die souplesse. Dus ik wil die draai zien. Vandaar dus, die voetstand smal. Want het blijkt, mensen die smal staan, draaien beter om een lengtas. Mensen die breed staan. Gaan meer tweeën. Dus ga eens ballen slaan met de voet tegen elkaar aan. Je hebt een paar voordelen. Eén is: je zult je lichaams zwaartepunt beter op zijn plaats houden. Twee, je zult de vier beter opdraaien. En drie, als je te wild slaat, ga je uit balans vallen. Dus als je ook rustig slaat, zul je ook beter in balans blijven. Nou, ik wil de tempo omlaag. Ik wil hebben dat je die bal goed raakt. Vandaar dus de oefening: voet tegen elkaar. Begin maar eens met een pitching match en de bal in het midden. En probeer die bal maar eens gewoon lekker. Rustig, goed te raken. Dit vond ik nou een lekker contact. Die wil ik. Lukt dat met een pitching match, Dan mag je het op gaan bouwen naar 9. En ga dan naar die 8 en die 7. Tot met de hybride. Driver zou niet mijn voorkeur zijn. Dus bouw het maar heel langzaam op. Met die voeten tegen elkaar. En maak maar eens hele kleine rustige swingetjes. Die was wat minder. Iets te vroeg in de grond. Je snapt wat ik bedoel. Swingcentrum op zijn plaats en draai om die lengtas. Puntje nummer 3. Als dat lukt, zet dan de voeten maar weer eens wat terug naar de neutrale stand. Wat breder. maar spreek mij zelf af. Sla maar eens eerst een halve swing op 50%. Daar bedoel ik mee mijn handen mogen niet hoog komen, maar schouderhoogte achter. Dan spiegelbeeld denken in de doorzwaai. Lukt dat? Gaan we naar drie kwart. En lukt dat? Dan kunnen we eventueel nog naar die full swing. Maar eerst eens even ballen gaan slaan. Op 50% en een half swingetje. Schouderhoogte, schouderhoogte. Meer niet. Rustig opbouwen. Lukt dat goed? Dan zou ik zeggen: pak dan als laatste. pak dan even die pre-shot routine erbij. En daar bedoel ik mee: ga er een keer weer achter staan. Zoek een punt waar die bal naartoe moet. Waar die bal overheen moet bedoel ik. Sorry. Eén meter voor de bal. En werk dan die routine af door het slagvlak goed te plaatsen. 1, voeten parallel 2. En dan pas die grip. Als je dan die oefenswing maakt achter de bal, zou ik bijna zeggen, maak eens die combi. Ga eens met die voeten tegen elkaar aanstaan. En maak eens 1, 2 ah, oefenslagen. Waarbij je voelt: hé, hey, ik brush mooi door het gras. Gaat dat goed? Dan stap je achter de bal. Ik heb dat punt in, in acht genomen. Ik plaats mijn clubblad. Op dat punt, ik zet mijn voeten daar parallel aan en dan pas grip ik. Nu mark slaan. En zo weet ik zeker als je op die manier zorgt dat je de grip en die setup goed is, ga dan eerst even weer zorgen dat je die goede draai maakt, die rust erin brengt. Dan puntje nummer 4 zorg dat je de swingtempo niet te hoog, bouwt langzaam op van 50 naar 75. Naar 90% van je maximale swingtempo. Ik weet zeker dat je zo in vorm komt en de ballen weer beter gaat raken. En dus met een hoop plezier nu de baan in kunt gaan. Ga genieten, het is super weer. Ga weer genieten van die mooie baan en uh, ja het seizoen is nog niet voorbij. Hè? Ik bedoel, uh, we kunnen nog uh, in een aanslag doen, we kunnen nog aardig wat rondjes spelen. Succes voor je de goede tip. Uh, Geef het een duimpje en wij zien en spreken elkaar weer volgende week.